Ik had geen honger, maar ging toch aan mijn piepkleine eettafel zitten. Het enige wat ik deed, was leeg staren naar mijn overvolle asbak, waar nog kleine deeltjes aan het smeulen waren. Er was in mijn lichaam überhaupt geen plek voor eten. Mijn hele torso leek gevuld te zijn met angst en stress. Ik pakte de laatste lichtgeplette sigaret van het pakje, stak het aan en nam een diepe hijs. Heerlijk hoe deze dodelijke rook voor een paar seconden mij leek te kalmeren. Sterker nog, te reinigen van al die nare gevoelens. Ik ben niet altijd zo somber geweest. Zoals mijn middelbare schooltijd best een succes te noemen. Ik had mijn gymnasiumdiploma met twee vingers in de neus gehaald. De leraren beschreven mij als een goede leerling met een scherp randje. Concreet gezien betekende dit dat ik de douches van de gymzaal kon laten overstromen, maar dat de leraren er alsnog om konden lachen omdat ik toch wel goede cijfers haalde. Dit maakte mij overigens ook populair bij de medeleerlingen. Mijn ouders waren op een beetje krommende manier toch trots op het feit dat hun goed presterende zoon ook nog sociaal vaardig was. In mijn laatste jaar van de middelbare school begon ik met DJ'en. Het was slechts een zolderkamerhobby, maar ik haalde er heel veel plezier uit. Ik had de oude draaitafels van de broer van een goede vriend gekocht en ik ging daar uren mee klooien. Na mijn diploma begon ik aan mijn studie biomedische wetenschap aan de VU. Het was een zware studie, maar het weerhield mij er niet van om binnen één jaar mijn propedeuse te halen. Draaien begon in die periode een steeds belangrijkere rol in mijn leven te spelen. Ik mocht elke tweede dinsdag van de maand draaien bij de Das bij Jansen. Ik kreeg geen geld voor, maar werd uitbetaald in bier. Daar ging het sowieso niet om, betaling. Het was gewoon fijn om eindelijk publiek te hebben. Al ging het om dronken Britse toeristen die een hele pubcrawl achter de rug hadden. In mijn tweede studiejaar kwam ik langzaam tot het besluit dat ik geen wetenschapper wilde worden. Mijn studie was oerzaai en mijn hart lag bij het draaien, dat inmiddels al een beetje geld opbracht. Toch wilde ik mijn studie afmaken. Voor mijn ouders, voor mijn schuldeisers bij het duo en voor mezelf als plan B. Voor het geval dat ik geen fulltime DJ kon worden. Al moet ik eerlijk bekennen dat ik met het laatste weinig rekening hield. Alles was haalbaar zolang jij maar keihard voor werkt, toch? Mijn ambitie leek grenzeloos. Ik explodeerde van jeugdig optimisme. Onmogelijke doelen bestonden niet. Die waren voor luie mensen. Er waren genoeg verhalen die mijn visie bevestigden. Bret Easton Ellis brak op zijn 21ste door met zijn eerste boek. Adele veroverde op dezelfde leeftijd de wereld en Jay-Z had zijn eigen stadion op zijn 40ste. Ik moest gewoon buffelen en dan kon ik mezelf ook in dat rijtje scharen. In de jaren daarna deed ik dan ook niets anders dan werk. Overdag ging ik naar de colleges en 's nachts draaide ik overal in Amsterdam waar ze me wilden hebben. Dat ging even goed totdat mijn insomnia mij begon op te breken en dat ik mijn tentamens in steeds meer pogingen ging halen. Het draaien bracht inmiddels genoeg geld op om mijn huur en rekeningen te betalen, maar ik bleef nog flink bijlenen om goed rond te kunnen komen. Mijn uitputting groeide simultaan met mijn studieschuld. Hoe voller mijn agenda werd, hoe leger mijn persoonlijkheid leek te worden. Omdat ik verblind werd door het succes dat ik nog moest gaan meemaken, had ik weinig tijd voor andere dingen. Ik verwaarloosde mijn vrienden, waardoor ik voor steeds minder verjaardagen werd uitgenodigd. Mijn vriendin, met wie ik al 4 jaar was, had inmiddels ook met mij uitgemaakt, omdat ik haar nul aandacht gaf. Voor een lange periode deed dit me helemaal niks, tot mijn vader me op een dag belde. En in het gesprek herinnerde hij mij eraan dat ik inmiddels 27 was, zonder diploma, maar wel met een DJ-carrière waar ik mezelf nog steeds niet kon onderhouden. Het kwartje viel. Ik was mezelf aan het doodwerken voor een genereuze studievertraging, een schuld en een droom om ooit door te breken. En opeens kwam het allemaal op me af. Mijn hoofd sloeg op tilt. Mijn gedachten waren niet meer visioenen of beelden die in mijn hoofd zweefden. Ze waren massief en ze groeiden als tumoren die tegen de binnenkant van mijn schedel duwden. Ik moest verlichting vinden, maar alleen maar het zoeken naar een oplossing bezorgde mij een angstaanval. Ik moest mijn hoofd leeg. Hoe fijn zou het zijn als er een piepklein gaatje in mijn hoofd zou zitten, waaruit al deze ondraaglijke druk kon wegsijpelen. Ik werd met elke minuut wanhopiger en angstiger. Ik liep naar mijn gereedschapskist onder de wasbak en zocht naar de scherpste schroevendraaier in mijn bezit. Ik moest mijn hoofd leeg. Ik wou.